Jij kijker, daar wat nou kijk naar die video. Gooi, als jij mij oordeel, omdat ik mijn papier neergegooid heb, gooi jij niet dat misschien jouw papier neer? Gooi jij niet dat jouw blikkie wat jij die laatste druppel koeldrank uitgedrink het neer nie? Ik wil graag een vers deel met jou in Genesis 1 vanaf vers 27 tot 30. En God het die mens gemaakt na sy beeld en na die beeld van God het hy hom geskapen. Man en vrou het hy hulle geskapen. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeer en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voels van die hemel en oor al die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Die stukje wat ik nou gedeel het met julle, gee God ons die opdracht om te heers oor die aarde, om te heers oor die visse van die see, om te heers oor die voels van die hemel, en om te heers oor die saad en die boom en die struike en die plante van die aarde. Maar wat doen ons? Ons vernietig Godse natuur. Ons is ongehoorzaam. As een mens gaan kyk na die definitie van sonde, is dit ongehoorzaamheid. Dit beteken, dit is om die teiken te mis. Dit is alles wat nie in Godse, wat in lijn is met Godse woord nie. Dit is sonde, dit is ongehoorzaamheid. En diezelfde met ons in ons eie levens ook. Ek deel graag met julle een tekstvers uit Galasiërs 5 vers 9. Hy sê, een bikkie sierdeeg maak die hele deeg sier. Dit is een bikkie skinner. Ons kan nie net een bikkie skinner toelaat in ons leven nie, want dit mag aan ons vuil maak. En gees draai elkeen van ons kleed, en wanneer ons vuil raak, is ons vuil, dan is ons besmet. En ons kan nie net sê, een sigaretjie, een keer kuier by die biervrou nie, dit is in een week, dit sonde bly sonde. Al is het een bikkie, al is het baie, sonde bly sonde. En ek wil vir jou los met die laaste vers van 1 Tessalonisense 5 vers 23. Hy sê daar, God sê vir ons, ons moet gees, siel en lichaam heilig lewe, ons moet heilig wees totdat hy terugkom. Ons moet onsself reinig, daar die kleed wat ons aan het, moet skoon wees. Subscribe na ons YouTube channel, net hieronder, klik net hieronder, iewers, hieronder.